Dag Peter. Welkom. Dank je. Ja. Zeg, het is helemaal mega. Peter, ik heb u niet echt uitgenodigd in een perfecte keten of zo. Maar het wordt hier fantastisch geworden. We gaan hier binnenkort een nieuwe zetwinkel, een nieuw filiaal. En ik heb u daarvoor nodig, denk ik. Maar eerst wil ik heel graag vragen. Yes. Dus we zeggen, rond naar uw spotje daar. En dan kunnen we een babbeltje. Peter, we kennen u allemaal. Maar ja. Door uw prestaties op de Paralympics. Maar ik wil eerst heel graag weten, waar het verhaal begonnen is. Hè. Zowel de passie voor sport als voor je sport, dat ik ooit in de rolstoel ben terechtgekomen. Op welke leeftijd? 16. Op 16 jaar. Ja. En wat was het precies? Ik ben in Ondimbavre gedoken. Mijn ouders waren toen een huis aan het verbouwen. En dat was een gigantische vijver in hun tuin. En ze hadden daar morgens, laatste week vakantie, mooi weer. Ik tegen mijn broer van kom, we gaan zwemmen. En ik heb gewoon een naal opgenomen en daarin gedoken. En het was 2,5 meter diep en er stond ongeveer zoveel water in. Dus gewoon mijn hoofd op de bodem en ik heb mijn nek weer nodig elke dag. Wist je onmiddellijk en je familie ook van het is niet oké, hier is iets ernstig aan de gang? In het begin denk ik wel gewoon van opereren en klaar. Ze hebben dan uiteindelijk niet geopereerd, maar mijn hoofd gewoon vastgezet. Ja, op een gegeven moment drinkt hij wel door van oké, ja, ik zit voor de rest van mijn rolstoel. En eigenlijk, die rolstoel is vrij makkelijk te aanvaarden. Ik heb het veel moeilijker gehad met het feit dat mijn handen al te lang zijn. En daar mist je eigenlijk veel meer aan. Je hebt je handen voor alles en nog wat nodig. Je benen vervangen door die rolstoel. En oké, je hebt wel last met een drempel en zo, maar eigenlijk is dat vrij makkelijk op te lossen. Ja. Maar ik heb op rehabilitatie nog rolstoelriemen leren kennen. En bij mij was dat echt wel een hardball club, training, sportdeer. Mijn leven terug op de leerschool. Ja. En u zit hier met uw gouden medaille in uw broekzak. Hoe voelt het? Ja, wel. Ik heb toen geweten dat ik toen echt dan vroeg. Maar dat was aan u toe, van oké, ik ga mij los op de sport. Ah, wel, ik had gewoon zoiets van sport. Ik ben altijd heel sportief geweest. En ik wil mij gewoon terug kunnen uitleven. En ja, niks dat zo goed is dat je gefrustreerd bent dat je een goede ramp kunt kopen met je rolstoel. Maar in het begin, de Paralympics, ja, dat was ver van mijn bed. Ja, we droomden daarvan van ooit te kunnen staan. En dan kom je daar aan je rolstoel en dan zie je dat. Kun je dan nog even kort kijken? Ja, voor de 100 meter in Tokio. Kom ik toe en mijn rolstoel is gesaboteerd. Dat is, de stank tussen mijn stuur en mijn voortvork was gewoon doorgebroken, drie lekke banden. Ja. En ja, we hebben dan ook tijd kunnen repareren. Ik heb uiteindelijk een gouden medaille inderdaad gekregen. Bam! Zeg, IDIS tegen dat saboteur. Voilà. Maar is dat een onderzoek naar? Er zou een onderzoek lopen. Er waren geen camerabeelden. Dus. En at the end, Peter? Je hebt ze daar liggen in je baan. Voilà. Ja, voilà. Ja. Peter, je zit in een vrije, vrolijke mens. Het lijkt wel alsof je parcours van je 16 jaar toen het gebeurde tot vandaag heel gemakkelijk en heel easy was, maar dat klopt niet, denk ik. Goh, ja, op zich, voor mij is dat allemaal vrij normaal, maar easy is dat natuurlijk niet. Peter, zeg het. Hier gaat het allemaal gebeuren binnenkort. Bam, een grote bord van Zepp hier. Ik zou je daar graag een rol willen geven en ik hoop dat je erop ingaat. Wij willen natuurlijk dat deze zaak zo toegankelijk mogelijk is voor onze patiënten. Dus als je het ziet zitten, zou ik graag hebben dat jij die rol op jou hebt. En dat jij een soort van boekje checkt of dat we ons best hebben gedaan. En echt met een deftige checklist. En elk ding dat je denkt van nee. Dit klopt niet ons mee te geven, want ik denk dat dat een belangrijk ding is dat je ook in de toekomst kunt komen. Wel, ik zou met heel veel plezier doen.